Aber so Arabie, er kam helemaal vanuit de toest, zo is hij naar Marokko gegaan. En ik weet niet wel waar ze terecht aan kwam, maar ze gewoon geworden. Sommigen die werden geslaagd. Maar die echte Berbers, wij weten dat waren die Moren. Want er was een rijk groep, ze noemen dat de rijk van de Moors. Donkere mensen. En als je kijkt van daar, daarom veel Marokkanen die zijn in zijn Berbers, in Zouten wel eens. Van deze stammen kunnen zijn. Eén van deze drie, of Juda, of Benjamin of Levi. Al ga je met zijn vrouw, bedoel met zijn dochter, kinderen maken geen shit. Hij ziet jou altijd als een beetje shit. Want hij kijkt naar jou, je lijkt op hem, maar hij kijkt naar je bloed. Hij kijkt naar je bloodline. Hij kijkt niet naar jouw vlees. Hij kijkt naar je ziel. Hij zegt, het zijn kanker dingen. Zo ziet hij jou. En dat mag jou niet. En die Afrikanen maken niet los. Geen enkele ras mag los. Daarom gaan ze gestraft worden. Maar daarom wachten wij om ze te trappen. Want als wij nu gaan verder, gaan we doodgaan. De Lord gaat ons vet killen. Maar de dag dat ik vuur uit mijn handen ga schieten, zou ik brandje mashen. Daarom wachten wij. Daarom komen wij hier zo, season in, season out, in de winter, in de sneeuw, in de zon, in de regen, wat dan ook. Komen we. En dan, dan komen we onze mensen teachen, zodat ze weten wie ze zijn. Dat ze weten dat hun niet bij hun horen. Ze horen bij ons. Profeet, dat was aan de stad geschreven, van de Bijbel. Dat Jezus komt en dit die tijd dat ja. Jezus terug gaat komen. Maar dat is zijn echte naam niet, want zijn echte naam is Yahweh Shai. Weet je toch? Dat is zijn echte naam. En veel dingen moeten nog gebeuren, het moeten nog voedsel aan moeten komen. Maar dat is een oorlog. Ja, kan je me die RFID chip geven, want het staat in de Bijbel. RFID chip, weet je dat dit de Mark of the Beast? Heb je daarvan gehoord? Ja. Er is een chip dat ze in je body willen zetten. Deze chip. En die barcode van die chip is 666. En dat wil die white man in onze body zetten. Of in je hoofd, of in je arm. Kijk, deze vrouw heeft het al. Hier heeft ze het. Kijk, dit gaat hij doen. En weet je wanneer het geïmplementeerd wordt? Dit jaar. Het is nu al bezig in de Vaticaanstad. Je kan nu op Google gaan, dan typ je in zo RFID chip in de Vaticaanstad. Dus Vatican City, RFID chip, gewoon in het Engels moet je typen. Ga je zien, de Pope doet het al. Heel veel mensen zeggen zo, hey, is dat niet de Mark of the Beast die er gesproken wordt, waarvan er gesproken wordt in de Revelations? Maar dat is het wel. Maar hij zegt zo, nee, dat is het niet. Dit is gewoon een nieuwe technologie. Maar dat is de Mark of the Beast. Maar, hoe heet het ook alweer? Obama. Hij is gewoon een papa van de Illuminati, hun geen, toch? Oké. Ja, maar het had nog erger worden, man. We gaan hun echt de regels zetten, want dit is nog niks wat ze nu hebben. Maar hun. Ja, want het woord Lucifer betekent lightbearer. Weet toch, als je Lucifer aanmaakt, is licht. Hun representen Lucifer hier op de aarde. Want hun noemen zichzelf Illuminati, toch? Oké, hun representen Lucifer. Die zijn allemaal down with the devil. We zijn met de devil down. Ja, die piramide. Dan ga ik je nog een voorbeeld geven. Die piramide toch? Je ziet toch dat ze hadden blacks toch?
vooral in Amerika is het bekendste racistische land op de aarde. No? Maar waarom hebben ze een piramide op de dollar bill? Je had lef in. Weet je waarom? Omdat ze die Afrikaanse goden worship. Want die Afrikanen hadden ons als eerste in slaven. De Egyptenaren, de farao's. Daarom, wij zijn geen Afrikanen. Maar die Afrikanen gingen al tegen alle processen. Weet je? En dat weten jullie tenminste. Dus weet je wat ze doen? Ze bidden die goden aan wat hun hadden. En nog meer. Je weet toch Sodom en Gomorra? Is destroyed omdat ze tegen zwaarde lesbisch en dieren neukers. Ja, want wij doen het ook goed. Oké. Daar zo. Not gokken. Omgedraaide wereld. Ja, maar dat is het nu ook toch? Kijk, vrouwen hebben broeken aan. Je kan hun vorm zien, dat mag alvast niet. Ze hebben hun boven niet gecoverd. Dat mag ook alvast niet, dat is tweede. Dat staat allemaal in de pep. De derde. Vrouwen mogen helemaal geen grote bek hebben. Ze mogen geen eens auto rijden. Alles is shit. Mag niet. Maar dat gaat weer terugkomen. Zie je, kijk die dingen. Wij gaan weer een voorbeeld geven over de Koran. Op wat is de Koran gebaseerd? Wacht even. Op de vijf eerste boeken van de Bijbel. Oké, dan als ik de Bijbel nooit had tevoorschijn gehaald, dan zouden ze de Koran toch ook niet schrijven. De Koran is gebaseerd op de vijf eerste boeken van de Bijbel. Maar in de Bijbel staat. Mozes heeft de Bijbel geschreven voor de Arabieren. Hij heeft het geschreven voor ons, voor de Israëlites. Voor de kinderen van Israël. Zoals ik zei, onze mensen zijn verspreid. Ja, geen revelations van je. Heb je Deuteronomy ook voor me? Geen me Deuteronomy waar het zegt van Deuteronomy 17, waar het zegt van thou shalt pick a king from thy own nation. Ze zeggen toch bijvoorbeeld in de Koran van hoe heet die kill? Die Mohammed, zeggen ze zo, hij is beschreven hier zo. En dat we hem als laatste moeten volgen. Dat klopt niet. Maar dan gaan we nog net zo deze. Choose a king. The choice of a king. Omdat Engels is het beste, kan je eerst verstaan van die camera ook. Engels, kijk, eerst is het Hebreeuws, daarna is het in Grieks veranderd en daarna Engels. Kijk, je kan dingen niet veranderen in het Nederlands of in andere talen, ook niet in Engels, maar het is beter om te verstaan in Old English. Laat me een voorbeeld geven. Als ik zeg zo, get the fuck out of here. Vertaal dat in Nederlands, letterlijk zeg ik zo, ga de neuk weg van je, klopt dat niet. En als ik het weer zou vertalen, letterlijk, dan moet je het zeggen, dan moet je zeggen rot af van hier, toch? Maar als ik dat zou vertalen, dan moet ik zeggen rot away from here. Maar dat zei ik niet. Ik zei get the fuck out of here. Dus het is heel wild om te vertalen. Maar onze elders kennen de Hebreeuws. En wij kennen Hebreeuwse woordjes. Want je gaat niet de talen één dag kunnen leren. Maar anyway, dan kunnen we die woordjes vertalen zo met een internet woordenboek zo. En dan kunnen we alles gewoon precies breakdown. Je weet dat uitleggen. Ja. Geef het terug. Dit is Deuteronomy chapter 17, verse 14. Dus dit is een van de eerste. Nee, de vierde. Dit is het vijfde boek van de. Nee, vijfde boek. Oh. Wacht even. Maar dit is het vijfde boek van de Bijbel. Oké. Wat dat God je gegeven heeft, dat praat over Israël. And shall possess it. En shall possess it. Wanneer het gaat overnemen. And shall dwell therein. En wanneer je erin gaat dwellen. And shall say, I will set a king over me. En als je zegt, ik ga een king over me zetten. Okay. Like as all the nations that are about me. Net als alle andere nations, want vroeger hadden wij geen koningen. Ja, onze mensen zijn koppig, ze wilden ook koningen hebben, net als alle andere nations. Dus de Lord heeft ons eentje gegeven, maar hij was wicked, King Saul. Maar toen kwam de tweede, King David. Er zijn nog meerdere kings, maar hun waren de dus je kan zeggen, King Saul was nummer 2 en King David was nummer 1. Wacht even, sorry hoor. Is dat de christendom of de... Nee. Kijk, de christen betekent, dat woord betekent anointed. Ja, maar wat... Dit is de Bijbel. De Bijbel, maar je hebt Jehovah-getuigen, je hebt Christendom, je hebt Jehovah's wickedness. Je hebt die andere... Dat zijn allemaal demons. Kan ik de Bijbel... Heel snel. De Bijbel is niet voor hun. De Bijbel is alleen voor deze mensen hier zo. Kijk, de Bijbel is een racistische boek. Geloof je dat of geloof je dat niet?
ik weet het. Kijk, laat me je een voorbeeld geven. Wat zei God tegen Samson dat hij moest doen met de Filistijnen? Is dat vriendelijk? Wat heeft Samson gedaan met de Filistijnen? Wat heeft hij gedaan volgens God? Dat is een woord. Heeft hij ze niet zitten killen? Hij heeft ze toch doodgemaakt? Iedereen kent Samson als een sterke man, toch? Dat die mensen doodgemaakt? Dat was Gods orde. Dat was Gods wil. Hij wil dat. Waarom? Hij houdt niet van hun. Oké, lees het even verder, dan kan je dat ding zo goed. Deuteronomy chapter 17, verse 15. Thou shalt in any wise set him king over thee. Oké, je mag een king over je zetten, maar. Whom the Lord thy God shall choose. Wie de Lord kiest. One from among thy brethren. One from among thy brethren. Shalt thou set king over thee. Eén van je broeders kan je alleen king over je zetten. Je mag geen andere ras over je king zetten. Dus bijvoorbeeld die kind, die kill die profeet, die Mohammed. Hij is een Arabier toch? Hij mag niet boven ons doen. Is dit gewoon geschreven of is dit gewoon echt een boek? Dit is gewoon een boek. Waarom? Laat me je weer vertellen. Heel veel mensen zeggen... Waarom zeggen ze dan dat om die credit te breken. Om die credit te breken. Maar dan moet je ze altijd vragen zo, wat is herschreven dan? Want dit is een racistische boek. Ja, ga maar Brian, kom. Want dit is een racistische boek. Ja? Kom eraan, laat me je een voorbeeld geven. Hier staat in het boek dat als je gele haren hebt, ben je gevloekt. Dus hoe kan het boek voor mensen zijn die blond zijn? Kan het voor witte mensen zijn? Kan niet. Geef me dat van je, doe dat aan de mie. Zeg dat ding wat je wil zeggen dan, voordat je het vergeet. Ja, wat ik je wil zeggen, je had het over religies. Je hebt verschillende religies die dit gebruiken als terugkomst, zeg maar. Yes. Dus de Bijbel van dit vanuit lezen. Maar als je de Bijbel leest, dan staat het niet van dit is voor de religie van Christus of voor katholieken. Deze boek is geschreven en is de geschiedenis van de Israëlieten. En dat is voor wie dit boek is. Yeah. Dus als mensen dit als een referentie gebruiken om hun religie te prediken, dat is fout. Want kijk, de Koran... Omdat de Bijbel praat niet over religie. De Koran praat over de Bijbel, maar de Bijbel praat niet over de Koran. Precies. Dus dan kan je al zien, het is alleen van één kant. Yeah. Waarom? Nou, want als je de Bijbel in de Koran had, is 9% hetzelfde. Nee. Sint Abraham. Ja, kijk, maar luister even. Abraham. Ik heb nog zeker wel een voorbeeld. Als je zeg maar in de Bijbel staat. Als jij leest in het boek van Genesis, dan staat het dat Abraham, zijn zoon Isaac, op het punt was om hem te offeren aan God. Want toen kwam de engel en zei: niet doen. En zo ging de engel kijken of hij wel in hem God geloofde. Maar als je het leest in de Koran, staat het dat het niet. Nee. Alleen maar kijken. Ik kan zelf thuis kijken, staat niet dat Isaac geofferd werd, maar Ismaël. En dat is fout. Ja, maar dat is fout. Terwijl Isaac werd geofferd, kijk, en dat is een fout. Als je dat doet, want dan laat je zien dat Ismaël was niet de uitverkorene, maar Isaac. Want in de Koran staat dat de Joden het gekozen volk zijn van God, toch? Maar als dat daar zo staat, waarom lees jij dan de Koran? Want de Koran zelf zegt jou, de Joden zijn Gods gekozen volk. Dan hoe? Dat staat er in de Koran. Ik heb genoeg Arabische mensen gesproken en ik heb genoeg Berbers gesproken. Ze zeggen, de Koran zegt, het gekozen volk van God zijn de Joden. Dat staat er in de Koran. Dat weet ik, want die mannen hebben me gezegd. Eén minuut. Want die mannen hebben me gezegd. Dus daar weet ik ook van. Bijvoorbeeld als ik jou zeg zo, hun zijn de gekozen volk en hun hebben het goede boek. En dat staat in jouw boek. Ga jij dan niet naar hun boek willen gaan? Want dat is die grap. Weet je waarom ze bij hun dingen blijven? Omdat een Arabier gaat natuurlijk naar een Arabier willen geloven. Hij gaat niet naar een andere ras willen geloven. Hij gaat naar zijn eigen ras willen geloven, want iedereen heeft zijn eigen god. De Chinezen hebben god die op hun lijkt. Boeddha, de Hindustanen hebben god die op hun lijkt. De witte mensen hebben god die op hun lijkt, maar dat is Satan. En zij hebben allemaal hun eigen dingen. Precies. Want het woord Satan betekent tegenstrijder. En het woord duivel betekent misleiden. Ja, maar je moet ook kijken hoe die hele religie van islam is gecreëerd. Omdat als je kijkt naar islam, was gecreëerd in een land van Saudi-Arabië. Eén minuut.
Het was gecreëerd in het land van Saudi-Arabië in de 7e, 8e eeuw. Weet je ook door welke stam? Het was door een stam genaamd. Ik spreek heel Luister even hoor. Het was door een stam genaamd de Quraysh. Hij waren Arabieren, maar hun geloofden in afgoden. Afgoden, nee. Hun hadden 365 goden per jaar. En toen ze de Hebreeuwen zagen. Toen ze de Hebreeuwen zagen, toen hadden ze ook één god genomen. Waarom? De Arabieren hadden 365 goden per jaar. Toen ze de Hebreeuwen zagen, zagen ze, hun hebben één god. Toen kwam Mohammed, had hij al die goden doorgeslagen zo. Behalve eentje, Kalum. Laat me iets vertellen. Ja, dat is Allah. Ja. Als je kijkt, Allah betekent is van de Hebreeuws. Het is van het Hebreeuws, maar wat betekent God? Maar als je diep gaat in het woord Allah, moet je kijken, als je thuis bent op internet, is van het Arabisch, dat betekent Al-Ailah, wat betekent de Godheid. Hebreeuws. Toch? Maar in het Arabisch, Al-Ailah. Al betekent de, Al-Ailah, de Godheid. En dat zijn de 360 goden. Er was één God in de stad Mekka, want daar hadden ze 360 goden die ze gingen aanbidden. Er was één God die ze elke dag een God. Was één God die ze bleven aanbidden. En dat was de maangod. De maangod. Daar als je naar de moskee gaat, zie je die maan. En die vlag. En die grap was ook, hoe heet het ook alweer? Ik vind het echt interessant. Maar anders ga ik lopen naar huis. Ja, ja? Volgende week weer. Ja, is goed. Ja? Ja. Is goed jongen. Let's go. Dit spreekt jou weer. Kan je. Revelations will pack up. Come on. 13 chapter. Here comes Daniel 2. Oh, move a little bit, man. You stand like a frosty snowman. Check this out. It'll be. Put it on me. See you. Oh, okay. It'll be cold out here, man. But we still teaching. Most high willing. He gonna favor us in that day. So we just keep on teaching and we gonna go on with the scriptures, talk about the revelation, the chip. Yeah. Yo, go on. That's right. This is Revelation chapter 13, verse 15. Okay. And he had power to give life unto the image of the beast. Okay, there's been that the image of the beast should both speak. And cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Okay, there's been a cut come to the chip for iedereen, and as you die chip niet neemt, ga je gekild worden. Die chip is de RFID chip. Iedereen gaat het moeten nemen, want het wordt geïmplementeerd in je hand, rechterhand, of in je hoofd. Yep. Of in je voorhoofd, of achterhoofd, ergens in je hoofd. Ergens in je hoofd. En iedereen gaat die chip moeten krijgen, want anders gaan ze niet kunnen kopen of verkopen. Right. Maar als je die chip neemt, word je destroyed in die nucleaire fire. En als die fire je niet pakt, pakken de Hebrew Israelites je. En dat zijn wij. De Negro's, Latino's, Indianos en Mexicanos. Okay. Verse 16, it says, and he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Dus iedereen gaat die chip krijgen en dat gaat Obama, die puppet van de Illuminati van die witte mensen, hij is een pop. En hij is een Afrikaan, dus hij is onze mensen niet. Maar wij zijn de Hebreeuwen. Dat is een verschil tussen een Hemite en een Hebreeuw. De Hebreeuwen zijn degenen die in slavernij zijn gebracht door de witte mensen. Maar hun krijgen hun punishment binnenkort, want de Lord gaat ze jacken. daarop kunnen we niet wachten. Nee, dat wanneer de Lord ze jacken van die shit wat ze gedaan hebben. Maar ze zijn nu vergeten. Maar anyway, daarnaast heb je de Hamites en hun zijn de Philistines, de zogenoemde Afrikanen, dat zijn de Hamites. En wij zijn de Hebreeuwen. Wij zijn niet hetzelfde als een Hamite. Dus de Lord komt alleen voor die mensen. En 2/3 van deze mensen, de zogenoemde Negro's, Latino's en Indianos, hun gaan dood. In de rassenoorlog, in de voedselarmoede. En de scripture zegt, beter ga je dood door een wapen, dan dat je dood gaat door honger. Kijk, ga ik even. Zeg maar welke scriptuur je hebt. Die Revelation toch? Ja, ik was klaar met die. Oké.
Nee, wat een beetje van. Je hebt die 666 of die 666.